De Haarlemmermeer, ongeveer 18.000 hectare groot, was een onstuimig meer waarbij tijdens storm de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam gevaar liepen. Om dit te bestrijden zijn in de 17e en 18e eeuw al ruim 200 plannen voor drooglegging geopperd door onder andere de heer Kruik. Na de grote storm in 1836 gaf koning Willem de I opdracht tot een definitief plan voor bemaling. Met dit schoeisel en materiaal moest nog even 60 kilometer ringvaart met de hand worden uitgegraven en bijbehorende dijk aangelegd. Een kleine slok jenever moet hen af en toe tot steun zijn geweest. Over wat voor molens beschikte men toen? Een schepratmolen kan 1 tot 1,5 meter water omhoog brengen. Bij 5 meter waterhoogte 3 molens of 3 schepraderen in rij. De vijzelmolen, die wel in staat was 5 meter te overbruggen, maar te weinig capaciteit had. De houten lamellen in deze vijzel hebben toch vele jaren dienst gedaan. Na een bezoek aan een Cornwallse stoompompmachine besloot men dat 3 van deze machines voldoende zouden moeten zijn. De eerste werd de leegwater genoemd. Daarna volgden de lijnden en de krukjes, de Latijnse benaming van de heer Kruik. De Krukius, klaar voor gebruik in 1849 naar een ontwerp van architect Jan Anne Beierink. Op deze watermaquette is duidelijk te zien hoe afhankelijk we zijn van een goed polderbeheer in Noord- en Zuid-Holland. Hier meten we ongeveer 5 meter onder zeeniveau. Het is door Amerikaanse ingenieurs erkend als technisch monument. Even geduld voor wij voor uitleg aan de beurt zijn. Ja, nou, dit is het hart van de machine. Dat zijn 2 ronde cilinders in elkaar. De middencilinder is de hoge drukcilinder en de ring daaromheen heet dan bij ons de lage drukcilinder. In de hoge drukcilinder gaat alles vrij recht toe recht aan. Dus de verse stoom die wordt hier eronderin ingebracht en die drukt die zuiger omhoog. En als die bijna boven is, dan wordt hier een klep omgezet en komt de stoom via de bovenkant. En die zorgt ervoor dat de zuiger naar beneden gedrukt wordt. Het speciale van deze machine is dat als de stoom zowel hier als hier verbruikt is, die stoom in die lage drukcilinder wordt gebracht. En daar wordt die stoom afgekoeld met water. En als je stoom afkoelt, krijg je onderdruk. Als je stoom maakt, krijg je overdruk, dan vliegt de fluit van je fluitketel. Maar bij onderdruk krijg je lage druk. Dus hier onderin, in deze stand van de machine, heerst hier een vacuüm. En aan de bovenkant hebben we hoge druk. Ja? Dus dat betekent dat de neergaande slag van deze machine veel krachtiger is dan de opgaande slag. Nou, in die neergaande slag hebben wij die extra kracht nodig, want dan tillen we hier bij de pompen het water omhoog. Ja, en dit is de kant van de pomp. Nou, de pomp is het standaard principe van een pomp. Dit zit ook in je fietspompje. Een bewegende klep en hier onderin een vaste klep. Als die bewegende klep omhoog gaat, tilt hij al het water wat hierboven zit, tilt hij omhoog. Dat blopt er hier aan de bovenkant uit. En als die klep omhoog gaat, krijgen we hier onder die klep een vacuüm. En dat vacuüm zorgt ervoor dat water in die pijp gezogen wordt. Moet je alleen zorgen dat als die omlaag gaat, die klep, dat het water dan niet weer terugloopt. Nou, daar moet die onderste klep voor zorgen. En nu ga ik naar beneden toe. Ja, die tilt het water omhoog wat erboven zit.
Dit is het model van de bewegende klep. Als deze omhoog komt, tilt hij al het water wat hierboven zit uit die pijp omhoog. En als hij naar beneden gaat, neemt hij automatisch deze stand aan. Dan snijdt hij door het water heen zonder dat er wat gebeurt. Onderin die pompcilinder hebben wij ook van die vlinderkleppen. Als die bewegende klep naar beneden komt, doen die kleppen automatisch dit. En kan het water niet uit die pijp ontsnappen. En dan komt die bewegende klep naar beneden toe. Als die bewegende klep omhoog gaat, dan zuigt die water aan. Dan doen die kleppen automatisch dit. Dus in de pomp gaat het allemaal helemaal van. De ketels en balansen zijn ontworpen door Van Vlissingen en Dudek van Heel te Amsterdam. Bedenk wel dat men 10 ketels nodig had om deze machine op volle toeren te laten draaien. Het kolenbakje zal wel iets groter geweest zijn. Het vignet van de makers. Laten we de machine eens gaan bekijken die destijds is ontworpen door Joseph Gibbs. Het is een ringcompound stoommachine met zuigers van 2,15 meter hoge druk en 3,66 meter lage druk en een slag van 3 meter. De geopende lage drukcilinder. Het is natuurlijk prachtig om dan je haren te laten wapperen als het kruishoofd naar boven gaat. Dit is waarschijnlijk een veiligheidsklep. En de condenscilinder. Het kruishoofd met daaronder de koperen olielekbakken. Het kruishoofd en de zuigers zijn hol. Er kan circa 25 ton variabel gewicht in. Samen met de zuigerstangen vormen zij de voor een Cornwall-machine vereiste ballast. Het totale overwicht aan de binnenkant is circa 85 ton. De balansdragers staan op de zware buitenmuur. De holle kruiskop met de 8 balansarmen. Met 3 van deze machines werd de Haarlemmermeer in 3 jaar leeggepompt. In die tijd een revolutionair gebeuren als men denkt dat 4 jaar daarvoor het eerste stoomtreintje liep van Amsterdam naar Haarlem. Er zijn in de polder nu nog zo'n 1000 kleine zoutwellen die het noodzakelijk maken altijd te pompen en het zoutgehalte te controleren. De voormalige waterafvoer naar de ringvaart met de sluisdeur voor teruglopende water. Voorlopig kunnen de vliegtuigen veilig blijven landen.